RTV Noord moet vanaf volgend jaar 1 miljoen euro bezuinigen. Dat is het gevolg van het mislukken van het samenwerkingsplan onder de 13 regionale omroepen. De omroepen zouden gaan fuseren op verschillende gebieden, waaronder ICT, personeelszaken en technische faciliteiten. Hierdoor zouden de redacties buiten schot blijven. Maar de regionale omroepen kwamen er onderling niet uit. En dat heeft uiteindelijk de consequentie gehad dat Sander Dekker vandaag aan de ministerraad een brief zal indienen dat hij de tweede fase van wetgeving, zoals het even technisch heet, niet gaat indienen. En dat betekent weer, want die vraag zal ongetwijfeld komen, dat in plaats van dat we één gezamenlijk plan maken, de omroepen nu 13 keer een individueel bezuinigingsplan gaan opstellen. Ja, en dan moet je ook kijken naar andere afdelingen dan alleen die stafafdelingen, want die zijn te klein om de bezuiniging op te kunnen vangen. Dus wat je niet wil, gaat nu toch gebeuren en dat is bezuinigen op redactie. Concreet betekent het dat RTV Noord 12% moet bezuinigen op het budget. Dat komt neer op 1 miljoen euro. Niet alleen RTV Noord, maar ook de kijkers en de luisteraars zullen veel van de bezuiniging gaan merken. Dat er minder budget is voor de programmering die we nu hebben, dat is wel evident. Dus linksom of rechtsom moet je een keuze maken van wat je nu wel kan doen, kan je straks niet meer doen. Dus, en dat zullen we zo goed mogelijk proberen een keuze in te maken, maar dat gaat natuurlijk wel een consequentie hebben. De teleurstelling was groot bij directeur Gijs Lensing. Zeker omdat hij wel in het plan gelooft. Er is zo lang door zoveel mensen ook hier intern aan een plan gewerkt. En het plan gaat uiteindelijk niet door. Waarbij dan ook nog een keer de consequenties ingrijpender zijn dan voorheen. Ja, dat is een hele lastige boodschap. En moeilijk te begrijpen en ook een beetje onbegrijpelijk waarom de meerderheid dat toch niet wil. De bezuinigingen gaan per 1 januari 2017 in.